Dus ik zou niet, denk ik, met mijn blote kont geslagen worden met een varkensmasker om. Terwijl ik oink oink zeg. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hey, goedemiddag. Ineens hebben we ook een podcast. Elke week om iedereen bij te praten over alles dat met seks en drugs te maken heeft. Hoe is het, Diva? Ja, wat ben je nu zo aan het doen? Ik ben bezig met mijn eigen serie nu. Mm-hmm. En het leuke is dat je zelf ook je redactie doet. Dus alles komt echt vanuit jezelf en wat jij interessant vindt. Wat jij graag aan de kijkers wilt laten zien. Dus dat is super vet om dat als soort van introductie bij Spuiten en Slikken te mogen maken. Vind je het leuker of minder leuk dan Echte Meiden uit de Jungle? Niet zo lang twijfelen. Nou ja. Nee, ik vind het wel echt leuker. Maar hier moet ik meer nadenken. Oh, je stereotypeert jezelf. Kom aan. Nee, het is heel anders. Weet je wat het was? Ik vond dat echt heel erg leuk om te doen. En ik zou ook nooit vergeten waar ik vandaan kom. Maar wat het lastige daarin is, is dat als je eenmaal een programma hebt gedaan, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk weer een nieuw programma en tv blijven maken. Maar dan bij reality tv is het een beetje wachten tot er weer iets komt. Terwijl ja, ik heb daar wel gewoon echt mijn passie in ontdekt. Dus ik wil gewoon blijven gaan, blijven maken. En ja, dat kan ik hier gaan doen. Dus dat is natuurlijk geweldig. Veel leuker. Een onverwachte stap misschien. Maar ja, ik denk dat je dan heel erg op je plek zit. Ja, jullie weten dat beter dan ik. Denk ik, jullie zitten er al wat langer. Ja. Oh, ik heb geen idee hoor. Toch? Nou, ik weet dat je bij je auditie, daar gaan we het volgens mij straks meer over hebben. Dat je zei van, ja, ik wil wat meer gaan maken en ik wil mijn hersens gebruiken, want ze zitten er. En dat vond ik gewoon heel mooi. Ze zitten er niet altijd. In principe horen ze het te doen, ja. Ja, nou ja, dat vind ik mooi. En hoe vinden jullie het eigenlijk om een podcast te hebben? Diva, had jij verwacht met die stem om in een podcast te zitten? Denk je dat mensen het leuk vinden? Ik wil me ook excuseren. We gaan kijken bij de eindedit, mocht het heel erg zijn om mij een soort van pitch lager te bewerken, toch? Hallo. Nee, ik vind het wel altijd spannend om podcast, omdat je moet gewoon zoveel lullen. Het is heel makkelijk om iets verkeerd te zeggen. Ja, heb je zoveel om verkeerd te zeggen? Ja, ik denk dat we het allemaal wel hebben. Ja, ik snap het wel. Het is heel intiem, ja. Eigenlijk. Ja, Roos, jouw hoofd is wel heel erg geschikt voor een podcast. Mijn hoofd? Jij bent een radiohoofd. Hoe kijk jij ernaar? Ik had het niet zozeer verwacht, maar nu, kijk, we hebben heel veel aanvragen gekregen voor deze podcast. Het is echt lang. Echt elke video zat iedereen. Wanneer komen jullie? Nee, echt niemand heeft het gevraagd. Maar we hebben nu een nieuw team. Er is gewoon nog heel veel om te leren kennen. En ook vanuit ons kennen we nog heel veel niet. En ik denk dat het een hele mooie manier is om de kijker of luisteraar mee op reis te nemen. We hebben het elke podcast ook over het onderwerp van de week. Gaan we het hebben over werken bij Spuiten en Slikken. Want nou, we zijn toch allemaal een beetje beginnend. Dus, werken bij Spuiten en Slikken. Diva, jij bent echt dus net begonnen. Wat zijn een beetje je eerste impressies? Bij Roos heb ik echt van, jij bent een engeltje van binnen en buiten. En Ralf is een beetje zo'n boze buurman waarvan je hoopt dat je bal niet in zijn tuin terechtkomt. Hoezo zeg je dat? Ja, prima. Prima, prima, dat zegt die buurman ook altijd. Prima. Dat zijn ze allemaal. Nee, ik voel me gelijk heel welkom. En iedereen is super lief, ook Ralf. En ik merk ook dat iedereen ook gewoon open staat om dingen te delen. En gewoon jou ook te helpen om beter te worden in je werk. En dat jullie niet iets hebben van, oh, die is daar goed in en daar absoluut niet. Dus iedereen, ja, iedereen denkt met elkaar mee en accepteert elkaar. En dat is heel fijn. Fijne omgeving om je in te kunnen ontwikkelen. En gewoon een hele leuke werksfeer. Het voelt een beetje alsof je elke dag naar een leuke school gaat met een leuke vriendengroep, vind ik. Ja, want hoe ben je eigenlijk binnengekomen, Diva? Jij. Afgelopen zomer werd ik gewoon heel erg depressief. Ik had nergens meer plezier in en mijn zelfvertrouwen lag echt onder de grond. En ik begon mezelf er gewoon steeds meer van te overtuigen dat ik mijn plek in deze wereld niet ging vinden. Want dat is helaas wat depressie met je doet. En
Dus ja, sindsdien voelde elke dag echt een beetje als overleven en echt zoekende en proberen om daar een beetje uit te komen. En toen in september, oktober volgens mij, zag ik een oproep dat Spuit en Slik een nieuwe presentatoren zocht. En het eerste wat ik dacht was van ja, die gaan mij toch niet aannemen. Oh. En het tweede dat ik dacht was van vroeger, toen ik een jaar of 15 was, dat lijkt nu 1 jaar geleden, maar dat is alweer 10 jaar geleden. Toen riep ik altijd, ik ga later bij BNN werken. Dat was echt mijn droom. En dus ik kreeg weer een beetje hoop. Ik dacht van, oh, misschien is dit dan waar ik hoor. En toen dacht ik, oké, fuck it, ik ga me gewoon aanmelden. Dus toen had ik me aangemeld en toen kreeg ik een reactie van, ze zijn geïnteresseerd, je bent door naar de volgende ronde. En dat was echt de eerste keer in echt lange tijd door die depressie dat ik ja gewoon een beetje energie van iets kreeg en een beetje hoop kreeg van wow, misschien kan dit wel wat worden. Dus toen ik dat hoorde van ze zijn geïnteresseerd, dacht ik van oké, ik moet nu wel echt alles gaan geven, want dit heb ik nodig. Dit is mijn last resort. Dat dit er allemaal achter zat, ik had geen idee. Wow, maar tering, ik wist helemaal niet dat dit aan de gang was. Ja, dat is wel... toen ik 16 was, was dat ook. Dus wel een soort van terugkerend thema in mijn leven. En daardoor ben ik eigenlijk ook wel blij dat ik nu hier werk. Omdat ik voor heel veel jongeren ook weet hoe het is om er... Ja, om mentale problemen te hebben. Ja, en ik ben ook blij dat je er bent. Dank je. Ja, ik ook. Echt. Ik en ben jij, blij om ik te ook. Horen. Jij, Roos, ik ben hier gekomen eigenlijk via de... BN Vara Academy. Dus dat is een opleidingstraject binnen BN Vara. Het duurt ongeveer 1 jaar. En dan worden elk jaar een aantal jonge makers aangenomen. Die worden opgeleid tot mediamaker. Heel veel mensen in het pand hebben het gedaan. Dus voor de schermen, Emma, Jurre, maar ook achter de schermen. En ik had me daarvoor aangemeld. Ik dacht ook, ik kom nooit binnen. Ja. Toch wel. En daar leer je gewoon zoveel en word je goed klaargestoomd. En toen uiteindelijk was het dan wel echt wachten op een plek. Daar heb jij geen ervaring mee, Ralf. Maar bij mij was het gewoon van, ja, ik wil bij Spuit en Slik werken. Dat was ook echt mijn jeugd. Ik wil niet zeggen kinderdroom, want dat klinkt niet helemaal goed in deze context. Maar er moet ook gewoon plek zijn. Er moet gewoon, ja. Dus daar heb ik toen op gewacht. Toen was ik eerst webredacteur, toen redacteur, nu redacteur en presentator. Wow. Ja, dat is mijn verhaal. En jij, Ralf? Ik kwam ook van de Academy en toen ben ik eigenlijk Spuit en Slik een beetje ingerold. En daar ben ik nu. En het wilde is je dat top. Altijd al doen? Altijd al. Nee, niet hè? Jawel. Wel? Nee, ik was gewoon heel blij dat ik hier aan de slag kon en dat ben ik toen gaan doen. En ik hou van drugs en seks en dat daar gaat het een beetje over, toch? Het enige wat nodig is om te werken, ja. Om het achterste van onze tongen te laten zien, heb ik 3 stellingen bedacht over werken bij Spuit en Slikken. Misschien worden we een beetje tegenover elkaar gezet. Oeh, heel erg spannend. Vechten. Dus ik begin met de eerste stelling. En die is, als Spuiten en Slikken presentator doe je privé ook veel aan seks en drugs. Is dat zo? Oeh. Diva? Nee. Niet? Nee. Als dat de bedoeling is dat de presentator dat doet, dan weet ik niet waarom ik hier zit. Ja, daar is de deur. Ja. Nee, totaal niet. Ja, ik heb wel een relatie, dus ik heb gelukkig wel seks. Maar drugs doe ik niet. De laatste keer dat ik drugs had gedaan was denk ik 7 jaar geleden. Was een jointje. En ik heb ook nooit meer gedaan dan wiet gerookt. En alcohol, ja. Nou, dat doe ik nog wel regelmatig. Maar ook niet elk weekend helemaal af. Maar op de auditie, nu mag je zeggen, als ik dit niet mag delen, maar zei jij van, ik ben niet zo vaak geil. Nee. En dat vond ik, eerst dacht ik ook van, oké, nou ja, dat is niet helemaal Spuit en Slikken. Maar als ik dan 1 seconde langer nadacht, dacht ik, ja, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet zo vaak geil zijn. Of ja, die vinden seks altijd niet even leuk of drugs en ja... Dat moeten we ook laten zien. Ik denk niet dat het goed is om 3 mensen neer te zetten die allemaal zeggen van ja, ik hou van seks en drugs. Ja, dus daarom precies. Vind ik, ja, als je er maar nieuwsgierig naar bent. En ja, ik denk ook als presentator van Spuit en Slikken denken mensen vaak dat je dan zelf de drugs neemt of seks hebt op beeld. Maar
We zijn eigenlijk ook gewoon mensen die verhalen van andere mensen vertellen. Ja, een soort medium. En we laten dingen zien. Maar we hoeven lang niet altijd zelf dingen te doen. Nee. Ja, Roos, jij gebruikt ook nooit drugs, toch? Of... Streng op tegen. Roos had net nog even een lijntje. Nee, ja, ik gebruik wel eens drugs. Ik zie drank ook wel echt als drugs. Is het ook wel. Maar in mijn hoofd is dat denk ik, ligt dat nog wat dichter bij elkaar. Ik drink niet zoveel. Ik doe eerder één keer in de zoveel tijd dan bepaalde drugs. Wat voor? Oh, bijvoorbeeld een pilletje of zo. En of truffels of zo. Ik vind drugs wel altijd heel interessant. Echt vanaf de middelbare al. Niet dat ik het toen nam, maar ik vond het altijd zo'n interessante wereld. Gewoon überhaupt dat je iets neemt, waardoor je andere dingen ziet of voelt of ervaart. Dus, ja, dat vind ik gewoon heel vet. En als je het gewoon goed gebruikt. Dus ja, ik doe dat wel af en toe. En Ralf? Nee, ik, als alcohol een drug is, dan gebruik ik wel veel drugs. Ja. Nee, in het weekend, ik werk ook in een café in het weekend en daar drink ik ook wel veel. Ik vind het heel gezellig, ik vind het lekker. Maar ik heb ook wel periodes dat ik soms helemaal niks doe. Dus dan drink ik een aantal maanden niet. En dat is ook chill. Maar drink jij wel eens een aantal maanden niet? Ja. Echt niet? Wanneer? Echt? Nou, oktober tot december deze keer. En wat deed je dan wel? Tijd om dat te overbruggen. Nou, kijk, ja, dus ik ben wel zielig genoeg om dan wel weer iets anders nodig te hebben. Ja, dat is echt zo triest. Maar dan heb ik. Ken je van die paddeldruppels? Ja. Nou, dat klinkt heel heftig, maar dat is het dus niet echt. Maar dat doe ik dus dan wel soms. En dan voel je gewoon net even wat lacheriger of zo. Dan kan je een beetje geinen. dat vind ik wel leuk. En op een festival of zo doe ik wel eens een pil of wat MDMA. Fantastisch. Ik moedig het niemand aan, maar het is echt geweldig. Dus kijk maar wat je doet. Goed, gaan we door naar de tweede stelling. Als spuiten- en slikkenpresentator doe je alles wat er van je gevraagd wordt. Ja, jij moet al gelijk lachen. Ik wil helemaal geen podcast, doe dit toch? Nee, grapje. Dit is het bewijs. Ik wil echt graag een podcast. Ja, ik hoor vind mezelf een leuke ook graag vraagstelling. Nee, je hebt echt nog wel grenzen. Maar ik denk wel dat veel mensen dat denken. Ja. Ik denk dat je hier gaat werken omdat je deze onderwerpen al interessant vindt. Dus dan doe je al wel veel vergeleken met iemand die misschien helemaal niets ermee heeft. Ja. Maar je hebt altijd, veel onderwerpen komen ook uit onszelf. Dus ja, je verzint ze letterlijk zelf. En als je iets niet wil doen, dan kan je het altijd aangeven. En dan moet je het alsnog doen, maar dan heb je het aangegeven. Nee, dat hoef je niet meer te doen. Merk je niet gewoon van jezelf ook dat je die grens wil opzoeken? Toch, je wil zelf ook wel gewoon domme shit doen. Heb je wel een goed punt. Ja, dan kom je ook in gekke situaties terecht. Ja, ik denk dat in die zin inderdaad je vijand of zo, dat de grensbewaker ben je zelf nog die het ook het snelst verschuift. Omdat je denkt van ja, maar is toch vet? Ja, je gaat het zelf dus heel erg bekijken wat je dan grappig lijkt om te doen. Ja. Maar het ding is meer, je wordt een beetje meegenomen in zo'n proces. Je zoekt dus wel de hele tijd die grens op. En die grens is heel erg dun. Ja, en je weet ook eigenlijk niet waar je grens ligt nog. Ja. Want ja, weet ik veel. Ik denk er normaal ook niet over na. Dus je moet gewoon per item kijken. Is dit iets wat ik wil of niet? Ja, ben jij in de buurt gekomen? Nee. Maar ik ben ook net begonnen. Dus... Waar ligt je grens? Wel bepaalde drugs natuurlijk. Geen naalden. Oh, daar trek je de grens. Ja. Oh, dat is best fair. Ja, nee, maar ik kan me niet voorstellen nog wat er allemaal voor ligt. Dus het ligt nog vast ver daarvoor. Maar heel vaak hoef je het ook nog niet echt zo zelf te doen of zo. Ja, want waar ligt jouw grens? Nee, maar Roos, je hebt nog helemaal niks gezegd. Je hebt het wat over je weet? Tuurlijk ligt daar je grens. Nee, maar mijn punt is dat ik het zelf ook nog niet weet. Dus ik denk dat ik gewoon per... heel veel maak ik zelf. Dus dan kom ik al niet op iets wat ik denk ik niet wil. En als iemand anders met iets komt, dan kijk ik per keer wel waar mijn grens ligt. Maar ja, ik ga natuurlijk geen seks hebben op beeld. Of... Paddo's. Ja, prima. LSD. Ja, is goed. Ayahuasca. Ja, leuk. Nou, dit gaat goed al. Schrijf alles op Roos. Ja, op een gegeven moment een keer natuurlijk. En altijd wel met niet gewoon voor de lol dat doen. Maar als er bijvoorbeeld er is truffeltherapie. Nou, dat vind ik heel interessant. Van werkt dat echt? En als het daarvoor
ja, dan wil ik ook wel de kijker meenemen in mijn beleefwereld. En dan zou ik dat denk ik wel doen. Misschien heb je meer grenzen op seksgebied. Ja. Want we hebben het nu wel alleen maar over drugs. Maar het is natuurlijk seks en drugs. Heb je daar misschien grenzen in? Ik kan me gewoon nog niet zo goed inbeelden wat er allemaal gaat komen of zo. Of wat er allemaal voor opties zijn. Ja. Dus ik zou niet, denk ik, met mijn blote kont geslagen worden met een varkensmasker om. Terwijl ik oink oink zeg. Ja, weet ik veel. Wat moeten we allemaal doen? Leuk. Zou jij dat doen? Nee, om jou dat te zien terwijl je oink oink zegt. Dat lijkt me ook heel leuk. Ja, kunnen we dit niet pitchen? Ja, ja, en dan maken we het gewoon steeds net iets gekker. Net, oh, toch dit masker. Ja, nee, dus ik weet het niet. Maar en jij dan, Diva? Brave meid? Ja, ik zit hier natuurlijk wel omdat ik wel nieuwsgierig ben. En wel veel wil ontdekken. Maar voor mij ligt de grens dan toch bij psychedelica. Gewoon omdat ik verleden heb met depressies. Dat heb ik ook aangegeven volgens mij bij mijn auditie. Dat ik met drugs wel wat voorzichtiger ben. Ja, daar doen we helemaal niks mee. Maar kijk, ik ben 25. Ik moet nog zoveel ontdekken en zien. En ja, misschien over een paar jaar dat ik net als Roos ben. Mijn leerling. Ja. I'm gonna fuck you up. Nee, maar ik wil dus misschien een keer iets met ayahuasca doen. Ik vind dat zelf heel interessant. Dan wil ik eerst nog veel onderzoek doen. Maar ik vraag me af of jullie dat interessant vinden. Laat het ons weten alsjeblieft. Ja, stuur allemaal een mailtje naar Roos. Ja. Oké, okay, dan ik denk dat we naar de laatste stelling moeten. En die is als volgt. Bij spuiten en slikken kom je op plekken waar je altijd al heen wilde. Oeh, Diva. Ja, ik had wel, zeg maar toen ik onder 18 was, dat ik wel van bepaalde werelden echt zo'n beeld van, oh my god, ja, als ik ouder ben, dan ga ik dit sowieso ontdekken en mijn leven wordt seks, drugs en rock en roll en helemaal gek. En in werkelijkheid zie ik meer koeien dan cocaïne om me heen. Dus dat is niet echt goed uitgepakt. Dus ik zie dit wel als een soort van kans om dat alsnog te ontdekken. Maar waar wil je heen? Ja, wat mij heel erg aantrekt is toch wel dingen in het nachtleven. Dus stripclubs en vrouwen die echt de sensualiteit gebruiken voor de kunst van verleiding. De gay party scene is nieuw voor mij. Wat nog meer. Ja, gewoon daar echt wil je allemaal heen. Ja, gewoon heel onschuldig eigenlijk. Maar gewoon echt seks, drugs en rock en roll. Hoe ik het voor me zag toen het zeg maar niet grijpbaar was. En dat is voor mij nog allemaal nieuw te ontdekken. Maar ook, ja, jullie denken alweer wat extremer met allerlei dingen. Oh ja? Ja, dat merk ik wel een beetje. Dat jullie al wel echt naar dingen gaan waarvan ik denk, wow, ik wist niet eens dat überhaupt bestond. Weet je wel. Zoals wat? Dus, parenclub, dat wist ik wel, maar daar had ik dan weer een heel ander beeld van. Dus door jullie denk ik wel van, oh, oké, okay, dat is heel anders dan ik voor me had gezien. Dus dat is ook wel leuk, dat je juist wereld ontdekt waar je misschien een vooroordeel over had. Ik zou, die dan iedereen, heel anders zijn. Ik zou iedereen aanraden om ooit in zijn leven een keer te kijken in een parenclub. Ja, maar kijken waarom, ja, of wat meedoen? Voelen? Nee, in ieder geval kijken. Ik vond het zo grappig. Echt, ik vond het zo leuk. Wat vond je zo leuk aan? Is niet, je stapt gewoon in een wereld waar allemaal mensen van wie het niet verwacht ineens uit de kleren gaan en allemaal met elkaar gaan neuken. Ja. Gewoon echt, je verwacht het niet. Maar je verwacht het niet in een paardenclub. Nee, maar van die mensen. Maar iedereen die staat er dan nog met zijn kleren aan. En dan om 10:30, dan weet iedereen ineens dat alles uit moet. Dus dan in één keer zijn alle kleren uit. En dan sta je dus gewoon in een enorme nachtclub met allemaal mensen in de 50 die in hun onderbroek staan. En dan, maar het is zo'n rare wereld. Het waren niet alleen maar mensen in de 50. Nee, dus maar dat wel, vond ik nog wel veel. Oké. Okay. En ze gaan ook eerst allemaal eten met elkaar. Dus je hebt een soort enorm buffet. Met restaurant. Ja, met allemaal verschillende soorten vis. En dat je echt denkt, ja, ga je dit nu eten? Ga je dit nu opeten, deze zalmtaart? Ik wil niet iemand neuken die een hele zalmtaart achterover heeft. Nee, moet je nagaan. Gewerkt. Maar dat gebeurt dus wel. Dat en is dan prachtig. Kom je daarna, en niet elke swingersclub ziet er zo uit natuurlijk. Maar dan kom je daar in een soort ruimte met alleen maar kamertjes en trapjes en schimmige hoekjes. En daar zitten gewoon 200 mensen met elkaar te neuken. Dat echt, je kan het je niet voorstellen. Maar ik vond het fantastisch. Of ik er zelf een keer heen zou gaan, weet ik niet. Maar ik zou het iedereen aanraden om even te gaan kijken. Toch, ja. Roos? Ja.
Ja, ik denk dat ik niet per se hierdoor naar dingen ga waar ik altijd al heen wilde. Meer omdat ik van heel veel dingen niet wist dat ze bestonden. Ja. Of er niet, je denkt er niet zo over na misschien. Dus wij stonden een keer bij een dakloze opvang. En bij de, ja, daar hebben we een aan het werk aflevering gefilmd. Dus ja. ik deed daar redactie, dus ik was er ook. En ik stond daar en ik had echt even zo'n moment van wauw, gewoon wat een eer dat ik hier binnen mag komen kijken. Je kan normaal niet zo aankloppen met mag ik eens komen kijken. Ja, wij werden helemaal meegelopen en ik leerde over hoe dat ging. En ik ontmoette die mensen daar en die waren allemaal zo warm. Toen dacht ik echt wauw, ik wist niet dat ik hierheen wilde. Maar ik vind het echt zo'n privilege dat je met dit beroep bij heel veel mensen thuis even kan kijken. En een verhaal kan aanhoren wat je anders nooit zou horen. En dat vind ik dan... Ja, dat is echt verrijkend. Ja, nee, vind ik echt. Ja, en dan zijn we in een wokrestaurant met allemaal halfnaakte mensen. Ja, dat is toch prachtig. Geweldig. Ja, dat is echt de charme van Spuit en Slikken. Comment van de week. Elke week krijgen we heel veel liefde en haat en alles daartussenin. En we love comments. Ik lees het persoonlijk wel. Jij, Roos? Ja, eigenlijk wel. Maar ook vaak omdat je het ook zelf maakt. Ja, maar het is toch leuk, om te weten wat ze ervan vinden. Dan word je helemaal kapot gemaakt en dan kan je ook wel lachen. Ja. Maar ja, toch, dat is toch maakt grappig. Maakt altijd je dag. Ja. En ik had één comment gevonden. Oh ja, dus wat we gaan doen is, ik lees een comment voor en daar kunnen jullie dan iets over vinden. Oké. Okay. Leuk, toch? Ja, nou, leuk. Goed. Superleuk, Ralf. Ja, nou, deze vond ik grappig. Zat, ik wil niet respectloos zijn... maar het leek zo erg of er wat chemistry tussen Roos en Ralf was. Steeds zo'n aanraking of zo'n look. Dat was fucking grappig. Oh. Ik vind het wel leuk hoe open deze video is. En gewoon hoe losjes ze over dit onderwerp doen. Mensen doen tegenwoordig overal zo voorzichtig over. Ja, je mag ook niks meer zeggen, hè? Hè? Dit was op die parenclub aflevering van het aan het werk, toch? Ja, Roos, hoe kan je wat vertellen over onze chemistry? Ja, fuck. Ja, ze hebben ons door. Het is gewoon pittig, ja. Nee, ja, ik vond dat grappig om te zien. Ik vond het sowieso leuk om te zien dat die comments zo uiteen lagen van... jullie zijn zo preuts geworden tot, oh my god, schaamteloos zo open. Toen dacht ik, wat vinden we nou? Het is gewoon grappig om te zien. En één iemand zei dit. Ja, het was mezelf helemaal niet opgevallen. Nee, hoe weet zij dat we al een tijd een relatie hebben? Toch? Ja. Ik ook, fuck. Wegen en wikken. Goed, tenslotte knallen we elke week ons dinsdagdilemma eruit. Dat is een soort stelling en daar kunnen we dan antwoord op geven. En dat is superleuk. Superleuk, en het is ook nog eens dinsdag. En leerzaam. Leuk. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Komt-ie. Oké, over een item van Jurre. Zouden jullie liever een koprol aan de keten maken of voor een dag seksslaaf zijn bij Wasteland? Wow. Oh. Welk zou je eerder doen? Maar wat houdt het allemaal in, die seksslaaf? Wat moet ik doen? Hij werd gewoon als een soort hond. Werd hij door die hele zaal verplaatst en gecommandeerd en gespankt en zo. Alleen, ja, dat heb ik al heel vaak. Was het alleen normale zaterdag voor Roos? Ja. Dat doen we altijd op de redactie. Ja, nee, dan die koprol, denk ik. Ja, de koprol. Ja, maar weet je, dat was zo'n legendarisch item. Ik heb die zo vaak gezien. Dat Jurre dus neemt keta en dan moet ketamine. En dan moet hij een koprol maken. En dat vindt hij zo ingewikkeld. En ik ben nu zo benieuwd of het echt zo ingewikkeld is. Ja, alsof jij nog nooit... Nou, ik heb nog nooit een koprol gemaakt aan de keta. Ja, nou, oké. Okay, nou, dat is mijn antwoord. Voor een nieuw item. Ja, ja. Jij, Diva? Even denken. Wat gebeurde er met hem toen hij als seksslaaf? Hij werd toch niet genomen en zo? Nee, hij werd niet genomen, maar werd wel lekker gebruikt. Oké. Nee, de koprol aan de keta denk ik dan wel, ja. Jij weet helemaal niet wat keta doet. Ja, maar alsnog de hele dag gebruikt worden als seksslaaf. Ik denk dat ik me dan... Ja, dat is zo mensonterend. Dat idee heb ik er nu van. Ik denk niet dat ik daar overheen zou kunnen komen. Die koprol aan de keten kom ik nog wel overheen, denk ik. Oh, leuk. Gaan we samen. Ja. En jij, Ralf, dan? Ja, ik zou wel echt voor de seksslaaf gaan. Ja? Ja? Waarom? Nou, het lijkt me dus best wel, wel grappig. Oh, het is ook wel echt heel kut. Maar het zou wel grappig zijn. Ja. En lachen toch? Maar wie mag je dan commanderen? Ja, een of andere meester of zo. En drugs doen op... Op tv of beeld, ja, ik heb daar altijd wel een beetje
moeite mee misschien om dan voor altijd... Ja, misschien hoort dat ook een beetje bij spuiten slikken. Misschien moet ik ook een beetje de grens opzoeken, hè, waar we het over hebben gehad. Maar nu voel ik daar een kleine weerstand tegen. Dan ben ik liever seksslaaf. Oké, kunnen we regelen. Goed om te weten. Ja. Prima. Meld je aan. Ja. De deur is daar. Wil jij dit snoepje als seksslaaf? Snoepje rood. Goed, dit was hem alweer voor deze week. Vergeet ons niet te volgen op onze socials. @spuitenenslikken. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Want ja, zien. Dit is ook een videopodcast. Ofwel vodcast. Dus je kan ons checken op ons YouTube kanaal. Vodcast. Dat is het een beetje. Nice. Ja. Leuk. Goed, dat was hem. Die, hoe gaat het liedje ook weer? Like a Virgin? Like a Virgin. Oké, die gaan muten we even.